Sorry. Volgens mij is de opname al begonnen. Maar dat kan ik er gewoon allemaal weer afknippen, hè? Ja, of niet. Want hoe meer we onszelf zijn, hoe beter het werkt, toch? Is ook zo, ja. Hoi, welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie. En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Nou, hoi allemaal! Hier zijn weer Kim en Emmy en vandaag wilde ik het heel graag hebben over, het is eigenlijk een onderwerp waar ik al heel lang tegenaan hik, want het is heel belangrijk en er is heel veel vraag naar vanuit de mensen van wie ik hun manuscript redigeer, maar sowieso. Je bouwt het mooi op, Kim, ik wilde bijna een roggeltje onderzetten zo. Ja, als jij een beetje tromgeroffel op je bureau wil doen, maar het is ook een heel complex onderwerp. En ik zei al tegen Emmy voordat we de opname starten, ik wil ook niet een soort van schrijflessen er te veel van maken, want het heet niet, het heet natuurlijk schrijfpraten, niet schrijfles. En het is meer keuvelen met een kopje koffie in de hand over schrijven en niet complexe theorie. Maar toch, ja, het perspectief. Ah. Daar gaan we het over hebben. Ja. En er is zoveel over te zeggen en het is, ik wil ook weer niet dat het te ingewikkeld wordt, maar we gaan het gewoon proberen. Perspectief op zich is gewoon al ingewikkeld, vooral als je net begint, is mijn ervaring. Ja, terwijl tegelijkertijd is het niet iets waarvan je denkt, nou ik begin gewoon met schrijven en dat complexe onderwerp bewaar ik dan wel tot het eind bij de herschrijfronde. Dan heb je al meteen een probleem. Dat is want waar. Het is iets wat je eigenlijk al moet snappen voordat je een woord op papier zet. En, nou, zal ik eens wat vertellen? Ik had geen idee toen ik begon. En ben je toen in het loop van het schrijfproces, is het vanzelf gekomen? Of vertel eens. Ik denk het. Ik denk dat ik automatisch best wel redelijk... ik had wel gekozen voor het hij-zij perspectief. Daar gaan we het straks nog verder over hebben, derde persoon. Maar... Toen ik dacht dat het wel aardig klaar was, mijn manuscript, toen heb ik het naar een redacteur opgestuurd. En die haalde er toch nog wel wat perspectiefwisselingen uit. En toen werd ik me er pas echt van bewust. Dus daarvoor deed ik het denk ik onbewust al redelijk goed. Maar er waren toch nog een paar dingetjes waar het mis was gegaan. En ik merk, en ik ben heel blij dat zij dat eruit haalden. Dat moest natuurlijk ook wel. Maar ik merk namelijk, ik ben nu een boek aan het lezen. Ik weet helemaal niet hoe het heet, maar en daar doet iemand het ook. Dan zo net even tussendoor van perspectief wisselen, zodat je een bepaalde, nu ga ik al heel veel vertellen, maar bepaalde informatie even kunt delen die anders lastig te delen is. En dan denk ik, oh ja, die doet het ook. Ja, en dat is gewoon eigenlijk vals spelen. En soms is dat bewust en soms is dat onbewust, maar eigenlijk klopt het niet. En help je jezelf en de lezer niet mee. Maar voordat we er meteen te diep op ingaan, we hebben natuurlijk ook beginnende schrijvers als luisteraar. Wat is makkelijk uitgelegd het perspectief? Daar gaan we. hoe leg je dit makkelijk uit? Ja, doe je camera. Het is in ieder geval... Wat? Door mijn camera? Doe je camera. Jij zegt altijd zo mooi, je kan het zo mooi uitleggen met de camera. Ja, maar dat is al de uitleg voor als je al weet. Want perspectief is eigenlijk makkelijk gezegd de persoon waar vanuit het verhaal verteld is. Zeg ik dat? Ben je het ermee eens? Helder en eens. Maar dan heb je dus al twee andere figuren die daarmee in de war worden gehaald door beginnende schrijvers. Want je hebt namelijk de schrijver zelf, dus jij en ik, de auteur. Ja. En je hebt het hoofdpersonage en je hebt de verteller. En dat zijn drie verschillende figuren. Zijn het altijd drie verschillende figuren? Nee. Om het lekker ingewikkeld te maken, nee. Kijk. De auteur,
Ik vertel natuurlijk het verhaal. Ik heb een verhaal in mijn hoofd zitten en dat is of fictie of dat is waar gebeurd. Maar ik ga een verhaal vertellen en ik ga dat opschrijven. Maar als je bijvoorbeeld in het ik-perspectief schrijft, dus het verhaal wordt verteld van ik loop de kamer in, ik kijk om me heen, dan is dat dus, die ik is niet automatisch dezelfde persoon als de schrijver. Je kunt autobiografisch schrijven, je kunt vertellen over wat je daadwerkelijk echt hebt meegemaakt, maar je kunt ook een verhaal verzonnen hebben en dan kan de ik een totaal ander, dan is de ik een totaal andere persoon dan die jij als auteur bent. Dus dat zijn al twee verschillende figuren. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, je kunt ook vanuit de ik vertellen en dat de ik in het verhaal dat jij wil vertellen, de ik op zich niet zo'n belangrijke rol heeft. Dus om een voorbeeld te geven, stel ik schrijf in de ik persoon en ik ben een moeder van wie het kind ontvoerd is. En ik vertel alles over dat kind en er komt in een volgend hoofdstuk ook een leraar aan het woord. En misschien komt zelfs de ontvoerder wel aan het woord. Maar eigenlijk is het kind de hoofdpersoon, maar de ik niet automatisch. Ja, wel een van de belangrijke figuren in het boek, maar het is niet de persoon waar het verhaal over gaat. Snap je? Dus het zijn al drie verschillende rollen. Oh, ja. Wordt het altijd ingewikkeld? Nee, ik snap het nog. Ja, dus dat is al waar je in ieder geval rekening mee moet houden. En ze kunnen twee van die drie dezelfde rol hebben. Als je bijvoorbeeld een autobiografisch verhaal vertelt, dan is de ik-persoon en de auteur dezelfde persoon. Ja. Maar zolang je op de hoogte bent van deze drie figuren, ja, gaat het eigenlijk vanzelf goed. Zolang je maar weet dat ze bestaan en dat de... Maar goed, dan komen we bij de ik. En daar zijn de meningen ook al over verdeeld, over hoe je dat leest. Als jij een boek leest en dat is in de ik-vorm geschreven. Dus laten we het even bij een thriller houden. Dus ik loop de kamer in. Op die manier vertelt. Mm-hmm. Hoe als lezer, hoe vat jij dat dan op? Hoe beleef jij dan het verhaal? Ja, heel eerlijk gezegd. Want wat er altijd over gezegd wordt, is dat je... Als het boek in een ik-vorm is geschreven, dat je dan in het hoofd van het personage zit en dat het veel dichterbij is en dat je het veel meer meemaakt alsof je er zelf bij bent. Ik heb dat dus helemaal niet. Ik lees het eigenlijk hetzelfde als het hij-zij in de hij-zij-vorm. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of het in de ik of in de hij-zij is. Nee. En jij? Nou, ik ken zelfs dat een professioneel medium dat die iets anders beweert dan hoe ik het zie. Dus het is lastig te zeggen, maar ik las ergens dat ze zeiden, als je het in de ik-vorm schrijft, dan is het voor de lezer alsof die het zelf meemaakt. Dus alsof de lezer zelf die kamer binnenloopt en zelf om zich heen kijkt in die voorbeeld van die thriller die ik net gaf. Daar ben ik het dus echt niet mee eens. Dat vind ik echt onzin. Want als ik een boek lees en er staat ik loop de kamer in, ik kijk om me heen, dan lees ik dat alsof ik iemands dagboek lees. Dus iemand heeft dat opgeschreven en ik lees dat, ik vind dat dagboek en ik lees het later terug. Of alsof diegene het rechtstreeks aan mij vertelt. Precies. En dus niet alsof ik het zelf meemaak. Ik zie niet voor me hoe ik dan die kamer binnenloop en hoe ik dan om me heen kijk. Dat vind ik echt... Dat vind ik ook raar, want zo'n ik-personage kan toch een heel ander persoon zijn dan ik ben. Ja. Het is ook alweer ingewikkeld met al die ikken. Maar als dat een man is, is het sowieso wel anders. Maar het kan ook een heel ander type vrouw zijn dan ik ben. En dan vereenzelvig ik me niet met dat personage. Nee, die ik-persoon die verhandelt, die doet allerlei handelingen en zegt allerlei dingen die je zelf misschien heel anders zou zeggen. Dus ik ben daar gewoon echt niet mee eens. Maar sommige mensen vinden dat je het dan zelf Ik denk dat ik misschien zelfs wel juist heel vaak dan denk, doe dat nou niet. Ja, en daar is natuurlijk wel het voor te zeggen. Je bleef het wel een soort van dichtbij mee. Want je kijkt wel met die ik mee. En je ziet ook de gedachten van die ik-persoon. Ja. En
als je op zich is het denk ik, is het boek goed geschreven als het veroorzaakt dat jij als lezer denkt, doe dit nou niet, oh kijk naar achter je. Want dan zit je er dus blijkbaar helemaal in. Dus dan heeft die schrijver iets goed gedaan. Zeker. Ja. Maar dat is iets anders dan dat ik het gevoel heb dat ik zelf degene ben die dat allemaal meemaakt. Dat is echt iets heel anders. Ja. Nou, dat was nog maar een klein stukje van de ik, volgens mij. Ja. Nou ja, we zijn globaal gezien eigenlijk 4 soorten perspectieven. En ik is dus de eerste persoon enkelvoud. Ja. Dat is ook dus heel logisch in een autobiografie. Maar je zou zeker ook alle boeken die je schrijft, kun je in principe in de ik-persoon schrijven. Mm-hmm. Hou er dan wel rekening mee dat je dan dus ook de gedachten van die persoon absoluut moet delen. Want het is onmogelijk om het verhaal van iemand, alsof hij het zelf vertelt, dus in de ik-persoon, ik loop de kamer in, om dat dan zonder gedachten te vertellen. Maar het is ook een soort gekleurd perspectief. Ja. Want die ik, die heeft meningen en die heeft gevoelens en die doet acties. En voor die ik is het de waarheid. Dus het is, het is niet neutraal, maar die ik vindt van wel. Dus alles wat die ik beleeft, is heel normaal voor die ik. Dus stel die ik is de seriemoordenaar in het boek. Dat kan. Je kunt een thriller vanuit de ik-persoon en dat is de dader. Dan vindt die seriemoordenaar het heel logisch dat hij mensen vermoordt. En dat hij het recht heeft om dat te doen. En dat is allemaal logica in diegene zijn hoofd. Maar daar hoef je het als lezer niet mee eens te zijn. Dus het is best alweer ingewikkeld om op die manier te schrijven. Ja, en ik denk ook als je vanuit de ik schrijft, dan is het wel belangrijk dat je ook de andere personages goed vormgeeft of zo. Hè? Want het is, je krijgt inderdaad, wat jij net zegt, het kan een heel eenzijdig verhaal worden. Er zijn natuurlijk altijd meerdere personages in een verhaal en afhankelijk van hoe belangrijk ze zijn, is het ook in het ik-verhaal belangrijk dat ze zich ontwikkelen of in ieder geval diepgang krijgen. Ja. Maar dat kan je niet doen door te vertellen wat ze denken of zien. Dus daar moet je dan een hele andere manier voor verzinnen. Ja, want je moet dat natuurlijk bij de ik-persoon wel doen, alle gedachten en gevoelens. Maar je kunt dat nooit doen bij de andere personages. Nee, en ook nog eens, sowieso hun gedachten niet. Maar wel gekleurd hun acties of hoe ze eruit zien. Ja. Dus de ik-persoon, misschien zegt hij wel dat ze was een prachtige vrouw omdat ze op zijn moeder leek. Ik zeg maar wat. Maar misschien dat iemand anders het helemaal geen prachtige vrouw vond en helemaal niet op zijn moeder vond lijken. Dus het is ook nog eens wat de ik-persoon omschrijft, is vanuit zijn eigen visie ook. Dus niet vanuit de visie van de lezer, niet vanuit de visie vanuit de auteur, maar een heel gekleurd beeld vanuit de beleving van de ik. En dan kan dus iemand ook echt heel onredelijk worden neergezet, terwijl diegene misschien wel helemaal niet onredelijk is. Maar de ik vindt dat. Nee. Dus de ik omschrijft dat onredelijk. Dus het is al best wel eigenlijk weer bijna de andere kant van show don't tell. Het is bijna een soort van tell, omdat de ik niet neutraal is. Dus die vertelt ook over alle andere figuren die hij tegenkomt, alleen hetgeen wat hij of zij belangrijk vindt. Ja, en ik denk dat je daar ook wel heel erg mee uit moet kijken. Dat je wel oppast dat je show don't tell nog wel toepast. Omdat het anders meer een soort verslag wordt van wat iemand meemaakt en doet. In plaats van dat het nog een verhaal is wat leuk is om te lezen. Ja, en dat maakt het dus ook weer complex. Omdat, omdat je best wel iemand iets kunt laten zeggen wat officieel zou vallen onder tel en niet show. Stel dat de ik-persoon is een man en die, laten we het even bij die seriemoordenaar houden. Ik weet ook niet hoe ik daarbij kom, maar goed. Dat is een lekker uitgesproken voorbeeld. En stel hij ziet een vrouw in de tram en die heeft van die achterlijke laarsjes aan. En hij vindt het achterlijk laarsjes. Ja, dan is het natuurlijk wel leuk om even erbij te zeggen waarom hij het dan achterlijk vindt. Bijvoorbeeld met veel te vrolijke bloemen erop geborduurd, ik noem maar wat. Maar dat de ik-persoon het achterlijke laarsjes noemt, is heel tekenend voor die ik-persoon. Dus in zo'n vorm kan dat dan juist weer wel. En dat is het heel erg tekenend voor. Hij
heeft dus snel een oordeel over laarsjes. Hij vindt blijkbaar sommige laarsjes achterlijk. En dat schept juist een beeld. Maar niet zozeer van de laarsjes, maar van die ik-persoon. Ja, ja, ja. Nou ja, en ik merk al dat wij het in dit gesprek heel vaak doen. Het woord ik noemen. En dat is natuurlijk ook wel een risico als je vanuit de ik-persoon schrijft. Dat je heel vaak het woord ik schrijft. En daar moet je denk ik ook wel mee uitkijken. Dat het niet te veel wordt. Ja, dat valt weer onder wat we eerder hebben besproken bij de show don't tell. Of ik had er een leuke Nederlandse variant voor. Ik zou hem dus inderdaad niet laten zeggen, ik vind het achterlijke laarsjes. Maar het zijn achterlijke laarsjes. Want dat maakt, het klinkt gek. Want dan zegt hij het als die ik-persoon. Die zegt het dan als feit en niet als mening. Ja. Maar juist omdat hij het als feit zegt, brengt het de lezer veel dichter bij zijn beleving. Want voor hem zijn het feiten. Ja. Het zijn achterlijke laarsjes. Het is niet zijn mening. Iedereen zal het achterlijke laarsjes vinden. Dus op die manier kun je die ik er een beetje soms uithalen. Ja, brengt precies. Het meer daar als moet je creatief feiten in zijn, denk ik. In hoe je dat, hoe je dat dan wel probeert wel als kan je zegt, aangeven. Ja, precies. Want als je zegt, ik vind het achterlijke laarsjes, dan is die ik-persoon er veel te bewust van dat het zijn of haar mening is. Ja. En terwijl het in zijn beleving is het echt zo. Dus waarom zou die het dan hebben over wat hij vindt? Nee, het is gewoon zo. Dus dat kun je inderdaad soms precies dan wegstrepen. Ja, er wordt ook wel gezegd dat de ik-persoon het makkelijkst is om te schrijven. Hè? En ik twijfel daar wel een beetje aan. Want net waar we het nu allemaal over hebben gehad, is al behoorlijk ingewikkeld. Maar je kan bijvoorbeeld ook niet je hoofdpersonage dan bewusteloos laten. Nee. Hoe zeg je dat? Raken. Want dan stopt het verhaal. Of er zit, je moet gewoon een knip in het verhaal tot hij weer bijkomt. Maar daar moet je moet wel heel goed opletten wat wel en wat niet. Dat is bij elk perspectief zo. Maar wat je wel en niet kan vertellen vanuit het perspectief waarvoor je gekozen hebt. Ja, het is helemaal niet makkelijk. Sowieso schrijven niet makkelijk. Nee. Maar het is niet makkelijk omdat het omdat het dus niet neutraal is. In het geval van de seriemoordenaar heeft hij ergens een verknipte gedachte dat het normaal is wat hij doet. En dat moet jij als schrijver ook logisch kunnen overbrengen. Wat nu in mij opkomt is, je hebt het boek De jongen in de gestreepte pyjama, zeg ik dit goed? Dat is dus geschreven vanuit een ander jongetje van 10. En die ziet dus een jongen in een gestreepte pyjama. En zelfs de titel laat al zien dat dit, dat vind ik heel mooi gevonden. Want dat is in een concentratiekamp. En het is helemaal geen pyjama. Het is geen gestreepte pyjama. Dit is zo'n pak wat de gevangenen daar dragen. Maar die andere jongen, die kent dat niet. Dus het is vanuit een 10-jarige beleving verteld. En die kent iets wat er zo uitziet met die strepen. Alleen als een pyjama. Dus daarom noemt hij het een pyjama. En dat is een heel mooi voorbeeld. Maar dat is dus helemaal niet makkelijk. Want dan moet jij als volwassen schrijver je inleven in een 10-jarige. Het verwoorden als een 10-jarige. Zonder dat het kinderachtig overkomt. En op zo'n manier dat de lezer alsnog als volwassene begrijpt. Oh, maar het is helemaal geen pyjama. Het is een gevangenenpak. Ja. Ja. En dat is ongelooflijk moeilijk. Ja, en je moet ook alles wat je, alle belangrijke dingen die gebeuren in het verhaal, moet je via die persoon duidelijk maken. Ja. En je kan niet de hele tijd dan zeggen dat dit en dit vindt en dat gebeurt. Je moet er heel veel verschillende vormen voor verzinnen om alle belangrijke gegevens duidelijk te maken. Ja. Dus alles wat de ik-persoon niet snapt, kun je ook niet uitleggen. Hij snapt precies het niet. Dus je moet het op zo'n manier uitleggen dat het duidelijk is dat hij het niet snapt. En dat de lezer wel snapt wat er aan de hand is. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Ja. En dan heb je ook nog eigenlijk twee verschillende soorten van de ik-vorm. Hè? Want je kunt het nog even denken, belevend, waar we het nu eigenlijk steeds over hebben, dat het echt in de persoon of in de tegenwoordige tijd is. Maar je kunt het ook vertellen doen en dan is het achteraf, dus dan doe je het in de voltooid verleden tijd. En dan weet ik persoon al wat er gaat gebeuren en hoe het afloopt. Ja. Dat is eigenlijk nog weer een heel andere vorm. Ja, en dat is inderdaad. Het grappige is, de ik-persoon in de tegenwoordige tijd is eigenlijk een soort van onmogelijk. Want de ik beleef, terwijl diegene het beleeft, sta je er als lezer bij en kijk je ernaar wat er gebeurt. En dat zou in het echt natuurlijk nooit kunnen. Dus er zijn
mensen die daar niet fan van zijn. Want, omdat ze een soort van blokkade voelen van, ja, maar je bent het op dit moment aan het beleven en tegelijkertijd ben je het aan mij aan het vertellen, dus dat klopt voor mij niet. Ja. Dus dan zou het logischer zijn om, nou, de ik die is ontsnapt aan de, uit de klauwen van de seriemoordenaar en achteraf vertellen ze aan jou wat hun overkomen is. Ja, wat ik daar jammer aan vind als lezer, maar ook als schrijver, is dat stel de ik is ontvoerd door een seriemoordenaar en die vertelt het achteraf aan jou. Ja, dan weet je dus al dat ze het overleefd heeft. Ja. Dus dan... Dus ja, toen greep hij me bij mijn keel. Denk ik, ja, maar je zit het nu aan me te vertellen. Dus ik weet dat je in ieder geval ontsnapt bent. En dat haalt mij juist een beetje uit het verhaal. Dus ja, ik kan me wel inleven in het... Ik sta erbij en ik kijk mee met de ik. Zonder dat ik denk van, maar in het echt zou dit niet kunnen. Voor mij is dat meer, haalt dat mij dat dichter bij het verhaal dan de vertelling achteraf. Ja. Ik weet niet hoe dat voor jou dat zit. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ik zit te denken, misschien is zo'n... vertellende ik wel meer iets wat je in een autobiografie doet. Omdat je dan vertelt over je eigen leven. En omdat je het zelf geschreven heeft, weet iedereen toch al dat je het hebt overleefd, zeg maar. Dus dan maakt dat niet meer zoveel uit. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk altijd bij vertelling in de verleden tijd, dan zie ik altijd dat vormen hoe je bij een kampvuur zit. En dat iemand dat iedereen dan sterke verhalen gaat vertellen. Zo voelt het voor mij een beetje. Want diegene die dan in de ik-persoon praat, die zit naast mij bij het kampvuur, dus ik weet dat hij gezond en wel is en nog leeft. Maar toch is het dan een spannend verhaal waarin je als luisteraar afvraagt, hoe zou het aflopen? Zou het wel goed aflopen? Terwijl diegene naast je zit. Dus het is een soort, het kan alsnog een spannend verhaal zijn, maar het is inderdaad verteld als alles toch goed gekomen is. Dus het verklapt voor mij al te veel van hoe het afloopt. Ja, ja. Hé, hey, ik zit eens even naar de tijd te kijken, want wij hadden eigenlijk bedacht dat we in deze aflevering twee perspectieven zouden bespreken en dan nog een volgende aflevering zouden maken met twee andere perspectieven. Ja. Maar wij zitten alweer ruim over de 20 minuten, dus misschien is het handiger als we nu deze afsluiten en dan eventjes kijken hoe we dat met de andere drie gaan doen. Ja, want jij dacht, al wetende vertellen, die is het makkelijkst. daar doen we er dan drie van. misschien maken we dan wel gewoon drie afleveringen. Ja, nou dat is het fijne, dat we dat gewoon zelf kunnen beslissen. Lekker, dus, hè? Misschien worden die andere twee dan... Het kan best zijn dat die andere twee dan wat korter worden. Omdat er niet helemaal 20 minuten kunnen... ik weet het niet hoor. Wij kunnen ook gewoon overal altijd heel lang over kletsen. Maar, maar helemaal goed. We gaan het gewoon zien en jullie zien het dan ook. En volgende week gaan we het in ieder geval dan hebben over de hij-zij vorm van perspectief. Yes, gaan we doen. Nou, oké, tot volgende week. Tot volgende week. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.